De tweede gast vanavond in Podium Bollenstreek is Bianca van der Hulst. Bianca is miniatuurbouwer en jullie kunnen haar kennen van het SBS-programma. Nou Bianca, goedenavond, vertel het zelf maar. Waar kunnen wij jou van kennen? Ik ben kandidaat in Klein maar Fijn. Klein maar Fijn? Ja. En dat is een programma dat wordt door SBS uitgezonden. Op welke avond? Een woensdagavond. Op woensdagavond. Ja. Nou, we zitten nu op vrijdagavond. Dus de mensen die afgelopen woensdag hebben gekeken, die weten of Bianca nog in de uitzending zit. Daar gaan we het of in de SBS-uitzending zit. Want je zit nu hier bij mij. Gezellig. Maar we moeten daar geheimzinnig over doen, hè? Want jij mag wel vertellen of niet vertellen dat je woensdag nog in de uitzending bent. Ja, dat mag je wel vertellen. Ja, ik mag nu vertellen dat ik de woensdag weer bij ben. Ja, je bent weer bij. Ja. Dus woensdag ben je erbij. Ja. En nou ja, dan moeten de mensen daarna maar kijken hoe het verder afloopt. Want hoeveel afleveringen zijn er opgenomen? Totaal zes. Ja. En dit is aflevering 3 die we woensdag gaan zien. Ja. Nou, dan ben je toch al, heb je 2 rondes overleefd. Zeker. Hoe is het om zoiets te doen? Ja, heel erg leuk. Ja? Ja. Ik vond het heel erg spannend, de eerste opnamedag, zeg maar. Ja. Maar dat was echt heel erg leuk. Een enorme ervaring en heel veel van geleerd. En, ja. Nou, we gaan zo even naar een stukje kijken uit de uitzending van eerste en tweede keer. Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar we gaan in ieder geval een stukje kijken van die SBS-uitzending. Zodat we weten waar het over gaat en hoe Bianca dat doet. Maar hoe ben je zo aan miniaturen gekomen? Ja, ik ben bijna 4 jaar geleden, werd mijn dochter 4 en ik wilde voor haar een poppenhuis maken. En ik was daarmee begonnen en het werd steeds gekker. Maar eigenlijk. Een poppenhuis kan je maken van hout, je kan het maken van stof, je kan het maken van... En jij maakt het van? Ja, van hout, maar dan inrichten met... Vooral het inrichten vond ik toen leuk. En ik dacht, ik ging meubeltjes maken. En ik dacht, op een gegeven moment was ik onze eigen meubels in het klein aan het maken. Ja. En al snel kwam er een poppenhuis voor mezelf bij. En was er één om mee te spelen en één voor de kwetsbare werkjes om naar te kijken, zeg maar. Dus, Want jij hebt mij verteld dat je expliciet werk maakt voor dat volwassen aandoet, zeg maar. Ja. Er zijn eigenlijk heel veel volwassenen met een poppenhuis. En, net als in dus je maakt het niet speciaal voor kinderen? Nee, niet specifiek. Nee. Voor mijn eigen kinderen wel. Ja, ik verkoop ook wel eens wat aan kinderen, maar ik doe ook veel solderen en zo. En dat is wel te kwetsbaar om voor kleine kinderhandjes. En is niet geschikt om op de grond te gooien. Dus je zit echt met een bril op en een soldeerbout in je handen. Moeten we het zien. Nou, misschien heb je daar wel foto's van ingestuurd, dat weet ik niet. Ja. We gaan het zo zien. Zullen we het filmpje even bekijken? Ja. Dan praten we daarna verder over wat je allemaal meegemaakt hebt. Ja. Oké, nou, dat filmpje gaan we dan nu bekijken. Veel plezier. Nou, als jij het touwtje nog even vast wil houden. Even lijmen. Je gaat het lijmen? Ja, hoe wil je dat vastmaken dan? Oké. Weet je hoe lang je daar nog voor hebt? 30 minuten. Oh. Nou, dan hebben jullie in ieder geval even een indruk van Bianca wat ze aan het doen is. Maar dat gaat ze zo vertellen. En de presentator Jan Versteeg. Woensdagavond, hoe laat? 8:30? 8:30. 8:30. Nou, kijk allemaal. Woensdagavond 8:30, SBS6. Vlak voordat... Vandaag Inside, geloof ik. Kijk daar maar voor, een uurtje. He? Ga er vast maar voor zitten. Wat was je hier aan het doen, Bianca? Ja, dit was in Deventer. Ja? We hadden daar een kleine opdracht gekregen. En daar moesten we in 3 uur tijd, werd de opdracht uitgelegd en moesten we daar gelijk mee aan de slag. Mm-hmm. En dat is dan best wel kort om even snel iets te bedenken. Was en dat buiten, gelijk. Dacht ik? Ja, hier was het even buiten, maar er stond een kerk naast en we hebben in die kerk gewerkt. Dus dat was wel heel bijzonder om daar allemaal bureautjes op gesteld en was wel echt heel leuk. En het was de bedoeling dat we street art gingen maken, dus dat je een tafereeltje maakte ergens in een straal van een paar honderd meter om die kerk heen. We moesten in die buurt blijven en dan daar op een zelfgekozen plek iets te maken, zeg maar. En uiteindelijk had ik gekozen voor zo'n windscherm bij zo'n cafeetje van dat glas. Ja, dat en daar had ik dan een glazen wassertje aangemaakt in een bakje die dan gevallen was en... Dus dat was een beetje het verhaaltje. En dit was op het vrij laat, nog een half uur te gaan.
dat ik dat nog op moest hangen en vast moest maken. Want je hebt 3 uur totaal, heb je daarvoor? Ja. Maar om de tijd, om de plek te zoeken. En ik heb dat bakje gesoldeerd en om het poppetje te schilderen. Dan moet je echt alles doen. Je moet plek zoeken, materialen heb je bij elkaar. Van tevoren weet je de opdracht niet. Want je weet dus niet. Ik had wat spullen meegenomen, maar geen idee. Ik soldeer graag, dus ik had sowieso mijn soldeerbout mee. Ja. En voor de rest wat kartonnetjes en dingetjes. En daar uiteindelijk dat bakje van gemaakt. Nou weet ik toevallig dat je je beroep is etalages maken. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik zie wel een connectie, jij ook? Als je het hebt over etalages inrichten en dit doen? Ja, met etalages ben ik ook creatief bezig. En, gebruik je deze technieken dan ook in de etalages? Nou, solderen niet per se, nee. Nee, dat heb ik me echt zelf aangeleerd voor dat miniaturen maken. En die miniaturen, hè, waar maak je dat van? Wat is dat voor materiaal? Ja, wisselend. Ik soldeer graag, maar ik doe ook veel met Fimoclay. Kleine eten dingetjes maken of bloemetjes of... Of met hout, ik zaag zelf de huizen, of ik maak een keukentje van hout, of van alles. Ja, karton, of ja, zeker. Dat dacht ik al. Als je eenmaal bezig bent, dan blijf je aan de gang. Jij zegt ook, we hebben natuurlijk van tevoren even gesproken, en je zegt ook van alle dingen die ik tegenkom, die wil ik eigenlijk in miniatuur maken. Ja. En overal waar je wat ziet, dan denk je... daar kan ik wel een mooi kleedje van knippen van dit. Want alles wat je ziet, daar zie je al een miniatuurtje in, Ik hou me over het aan. Geen korte mouwen? Nee, daar hou ik niet van. Nee. Ik hou wel van opgestroopte mouwen, maar niet van korte mouwen. Nee. Je zegt toen mijn dochtertje geboren werd, dat is een soort eikpunt. Nee, toen ze ging naar school. Dus het was ook een moment dat ik dan meer tijd had. Toen ze 4 werd. Dus ik gelijk meer tijd. Ik viel een beetje in een gat dat zij, of mijn tweede dochter, mijn jongste dochter was het, zeg maar. Dus ik had wat meer tijd thuis en dan heb je meer tijd om te hobby ook. Dus, ik kom daar nooit op. Waarom jij wel? Ja, etaleren te maken. Ja, hebben, altijd. Priegelen, ik ben wel al mijn hele leven al aan het knutselen en zo. En ik, op een gegeven moment, hier komt het allemaal in samen. Er zijn gewoon heel veel technieken die je daarvoor kan gebruiken. En het is wel leuk dat eigenlijk al die hobby's dan bij elkaar komen of zo. Dus, moet je er niet vreselijk geduldig voor zijn? En ben je dat? Ja, dat moet wel, ja. Want het is klein en gefriemel. En, ben je dat in het dagelijks leven ook? Ja, ik denk het wel. Nee, ik vraag het maar. Ja. Dus je karakter komt wel te pas. Ja. Vloek je ook wel eens? Nou, soms. Maar niet op tv. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Dat als je aan het priegelen bent dat het net weer niet past of uit elkaar valt. Of dat je uren bezig bent geweest. Dat gebeurt dat, neem ik aan. Ja, wel. Maar thuis werk ik dan wel anders. Voor dat tv-programma moest je gewoon echt door. Ik bedoel niet voor tv. Maar dan, als het dan even niet lukt, dan leg ik het weg. En dan ga ik wat anders doen. En dan pak ik het weer een keer later op, zeg maar. Je hebt er veel meer de tijd voor. Dus dan is het wat relaxter wel, ja. Stel je ook dingen tentoon of gebruik je het alleen in huis? Je verkoopt ook dingen? Ja, ik heb een Etsy shop of sowieso een Instagram account. Daar laat ik al heel veel op zien. En dat, en dat ik is heel leuk. Bianca van der Hulst? B en dan platstreepje Seys. B en dan platstreepje en dan? Seys. Spel het eens? S-I-J-S. S-I-J-S. Ja, ik heet Seysenaar van mijn meisjes. Dus B-laagstreep. Seys. Ja, zo kan je hem op Instagram vinden. En daar zit weer een linkje in naar de Etsy shop. En daar kan je kunnen mensen dat dan aanschaffen. Ja, zeker. Nou ja, voor Sinterklaas is dat natuurlijk, lijkt me ontzettend leuk om iets te doen. Ja, in welke prijsklasse moet ik dan denken? Ja, dat wisselt. Ja. Heb je voor 10 euro, 15 euro, kan je al iets kopen? Oké, goed voor de mensen die te kijken. En dat zijn er veel. Zijn niet een stoeltje, die is wat duurder. Maar er zit wat meer werk in. Maar leuk. En staat je hele huis vol inmiddels? Nee, dat valt mee. Het is op zolder gesitueerd. En de kinderen hebben allebei een eigen poppenhuis waar ze dan zelf in mogen inrichten. En ik heb dan op zolder een paar bij elkaar. Nou, je bent nog jong, dus je gaat hier nog heel lang mee door. Nou, en dankzij de televisie krijg je... Heb je al heel veel reacties gekregen? Heel veel reacties. Ja, hartstikke leuk. Vertel de leukste is, die je zelf het leukste vond, bedoel ik. Allemaal moeders van school die je dan eigenlijk... dat je dan... ik zag je op tv gisteren en wat leuk en dat soort dingen. Ja. Mijn werk, heel veel mensen. Je bent een bekende... Want waar woon je? In Lisse. Je bent een bekende Lisse. Inmiddels. Ik ben nog niet aangesproken op straat. Straks, maar de Bollestreek, weet je wie Bianca van der Hulst is. Ja, leuk joh.
Ja. Nou, hey, je hebt ook foto's meegenomen. Ja. Nou, laten we maar eens door de collectie heen gaan, zou ik bijna zeggen. Hè? Nou, wat is dit? Ja, dit is mijn bestseller eigenlijk. Okay. Dit stoeltje heb ik al aardig wat keren gemaakt. Oh, ja, een van de buren hebben zo'n stoel in de voortuin staan. En ik dacht, oh, dat is leuk in het miniatuur. Dus ja, die heb ik nagemaakt. Onderkant gesoldeerd? Ja. Ja, en dat frame ook helemaal. En dan helemaal omwikkeld met touw. Oh, ja. En de verschillende kleurtjes maak ik het. Je kan het zo in je hand houden. Ja, dus dan weet ik denk een beetje verf, voor de maat, zeg maar. Ja, het, nee, maar dat snap ik hoor. Dit is dan schaal 1 op 12. Daar werk ik veel in. Oh, want? Maar dat is eigenlijk een veel voorkomende poppenhuisschaal, zeg maar. Ja. En voor het tv-programma was het wel ook veel kleiner. Er zijn ook veel modelbouwers die meededen. En die werken bijvoorbeeld in schaal 1 op 87 of zo. Dus echt veel kleiner. Maar, dus er zijn al, en daartussen zit ook nog van alles. Dus het, dan zit je met een vergrootglas. Dan heb je wat minder details, zeg maar. Dan wordt het, wordt het meer een huisje. Of een, Oh, wat is dit? Ja, Tony Chocoloni chocolaatjes. Oh, ja. Ja, met een grote, met een... of ik vind dat altijd leuk om dat te fotograferen met zo'n echte dus verpakking daarnaast, zeg maar. Ziet, daarachter zie je de werkelijke grote. Ja, ja. En daarvoor heb je dan die zo'n de uitgifte doos. Ja, zo'n doosje nagemaakt, ja. En er zitten ook echt van die chocolade dingetjes in. Ja. Grappig. Ook één van op 12 ook? Ja, dit is schaal 1 op 12. Ja, dus dan moet je even goed uitrekenen. Het is wel een veelgemaakte fout, denk ik, in de miniaturen. Dat de schaalfout is, zeg maar. Dan zie je dat. Dus ja, ik probeer dat zoveel mogelijk allemaal uit te rekenen. En dat het echt klopt in de verhouding. Okay. Ja. En dat doe je echt ook met een computer? Maak je ook animaties? Of dat Nee? Ik maak hier zo'n verpakking, die haal ik los, zeg maar. En die leg ik onder de scanner. En dan in een programmaatje plak je even die onderdeeltjes aan elkaar. En dan kan je dat zo uit. Dan verklein je hem en dan print je het uit, zeg maar. Ja, in een programmaatje plak je even die onderdeeltjes. Dat is voor mij al abacadabra, hoor. Okay, nou ja, het is een handigheidje. Maar dat doe jij dus? Ja. En daar zijn nog mensen veel beter in dan dat ik dat kan. Ja, maar dat, Nee, maar hebben we ongeveer uiteindelijk een idee hoe je dat doet? Jeetje, man. Een echte Artivore-stoel of zoiets dergelijks. Ja. Zo'n leren lounge-stoel. Ja. Met een schapenkleedje erin en een designtafeltje. Je ziet aan je vingers natuurlijk wel hoe minutieus dat is, hè? Ja, en ja. En dat glaasje, wat is dat? Nou, dat is dan het enige. Dat glas heb ik zo gekocht, zeg maar. Ik heb dan wel die letter erop gemaakt en dat citroentje en een rietje. En er zit dan een drankje in, dat heb ik erin gemaakt. Ja. Maar dat, ik kan nog geen glas blazen. Lijkt me ook wel heel leuk om dat een keer te proberen. Nee, ik wilde niet, flauw doen. Nee, dat geeft helemaal niet. Maar goed. Ja. Maar de rest maak je dus zelf, dat weet je ook? Ja. Dat is gewoon een stukje stof, zeg maar. Dat is ook niet zo ingewikkeld. Ja. Nou, poppenhuis. Ja, dit is mijn poppenhuis. Daar is mee begonnen, die ik zo. Ja. En het huis verkoop ik ook, zeg maar. Die heb ik ook in mijn collectie. Oh, ja. En hier ging ik dan naar ik heb een keer op een beurs gestaan. En hier ging ik naar de beurs en had ik alles zo'n beetje uitgestald erin, zeg maar. Ja. Nou, dit kan ik me helemaal voorstellen, hoor, dat je dit doet. Maar dat je die andere dingen bent gaan doen, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Zijn er wel veel mensen die dit doen, deze hobby, in Nederland? Ja, dat denk ik wel. Ja, die maar je bent niet aangesloten bij een miniatuurorganisatie of zo? Nee, dat niet. Nee. Bestaat die wel, dat je weet? Of nou, niet dat ik weet. Ja, op Facebook zijn allerlei groepen en zo. Daar zit ik wel in een paar van die groepen. Maar daar ben ik niet zo actief in. Je komt natuurlijk door bij SBS6 dingen te doen, kom je wel alle dus fanatici tegen. Ja. Maar ik heb via Instagram ook poppenhuisvriendinnen, zeg maar. Ook via Instagram mensen ontmoet. En, daar spreken we mee af en daar gaan we samen mee knutselen. En, echt? Ja. Okay. Ja. Dus je gaat ook op tour? Ja, wel eens, ja. Ja. Of we doen ook wel eens online, dat we tegelijk samen zo'n tutorial kopen. En dan zetten we dat tegelijk aan en dan thuis allemaal zelf dat zitten maken. Doe je ook, zeg maar. Heel flauw dit van mij, bedoel je ook open poppenhuis? Open huis? Nee, geen open huis. Nee. Mensen kunnen dus jouw werk, ze kunnen je wel aan het werk zien of vind je dat vervelend? Nou, ze kunnen het op tv zien natuurlijk. Ja, op tv, ja. Maar thuis niet. Je doet niet workshops of zo. Nou, nog niet, maar misschien is dat nog wel iets. Of ik ben er wel over aan het denken. Ja? Ik vind het, ja. Ik vertel ook misschien dat het allemaal heel makkelijk is. Ik denk dat je wel mensen enthousiast maakt om zelf met dingen, helemaal met Sinterklaas natuurlijk, om dingen te doen. Nou, dat staat nog op het lijstje. Dus, dat stond op het lijstje? Ja. Een soldeerworkshopje te geven of zo. Dat lijkt me heel leuk om het over te brengen, zeg maar. Zeker. Ja. Nou, daar hebben ze. Ja. De hele zitcollectie. Ja. Nou, het lijkt me ook ontzettend leuk voor een meubelzaak bijvoorbeeld, hè? Om
de meubels die zij verkopen, om die in een soort vitrine als miniatuur te hebben. Dus mensen, leuk. Ja. We doen gewoon een oproep. Als je een meubelzaak hebt, Bertram in Noordwijk bijvoorbeeld. Bianca die is bereid om jullie meubels in het klein. Hartstikke leuk natuurlijk. Heel leuk, ja. Zou leuk zijn. Ja, zeker. Ja. Ik had dat stoeltje al een keer gemaakt op een bestelling van iemand. Die had erom gevraagd, zeg maar. Die had zelfs een stoel en die vroeg van, wil je die voor me maken? En toen was ik in een vakantiehuisje en dan had ik in de folder, zeg maar, al gezien dat die stoel daar stond. Dus ik denk, dan neem ik hem mee. Dan wil ik een foto maken van ze samen, zeg maar. Dus, Grappig, zeg. Nou ja, je moet ook nog maar weer eens aan die stof komen. En dat pieterpeuterige, ik noem het maar even, dat priegelige... Ja, je moet het er ook weer in elkaar maken. En dat haken, hoe doe je dat? Doe je dat gewoon met de hand? Die bekleding? Ja, dat is een stukje leer, is het. Ja, ja. Ja, en dat heb ik dan met de naaimachine in elkaar gezet. Ja. Ik zou er heel zenuwachtig van worden, geloof ik. Ja, maar jij niet. Ieder zijn ding, toch? Jij wordt er rustig van. Oké. Ja. En wat is dit? Nou, ik dacht, we doen een paar tulpjes in de collectie. Wat leuk. Ja. Oh. Dit is van koud porselein gemaakt. Een soort klei, maar dat droogt aan de lucht, zeg maar. Ja, en dat vaasje heb ik ook zelf gemaakt. Ik heb zo'n klein draaischijfje waar die pottenbakkers op zitten. Dat heb je zelf in het miniatuur en daar kan je vaasjes mee maken. Dus daar ben ik ook een beetje mee aan het oefenen nog. Maar is ook wel heel leuk om te doen. Ja. Ja, nou, het lijkt me... wat ik al zei, als je ermee bezig bent en je ziet natuurlijk van alles... Is het zo dat als jij, toen jij hier binnenkwam, dat je ook meteen denkt van, oh, zo'n kleine microfoon of zo? kan allemaal. Denk je dat dan ook? Zit het in je hoofd? Ja. Of overal waar ik ben, dan zie ik wel dingen. Want je bent nu van je werk, ben je hier naartoe gekomen. Ja. En dan kom je onderweg, zit je in de auto, kom je ook weer dingen tegen. En dan zie je borden langs de weg en denk je van, nou, ik kan zo'n klein verkeersbord misschien wel eens maken. Dat zou ook nog kunnen. Dat denk je natuurlijk ook. Nou, het lijkt mij ontzettend, voor bedrijven lijkt het me hartstikke leuk om hun logo eens een keertje niet met letters, maar het logo in miniatuur te maken. Ik bedoel, dat lijkt me hartstikke leuk voor bedrijven om dat te doen. Is er weer eens een keer wat anders? Ja, zeker. Zeker. Joh, na deze uitzending kan je je baan opgeven. Nou, heel goed. Dan kan je ervan leven. Ja, nou, dat zou leuk zijn. Zou je dat willen? Ja. Dat is wel echt, ik ben wel echt gepassioneerd hierover. Okay. Ik vind dat wel echt heel leuk. Mijn baan is ook heel leuk hoor, daar niet van. Ja, maar, dat kan me wel voorstellen. Ja. Dit? Ja, dat is een aardbei van klei. Oké. Maar is heel nu klein. Nu je het zegt, zie ik het ook, ja. Oh. Ja, nogmaals, ik wil niet flauw doen, maar ik moet ook even kijken. Ja, dat snap ik. Ik dacht dat het een beestje was, maar ook wel dat het een aardbei kan zijn. Er zit ook een foto van het plantje bij waar die aanhangt. Okay. Die komt zo, denk ik. Okay. En dat is ook van klei gemaakt en dan daarna geschilderd en nog bewerkt. Ja, dit zijn mijn eigen poppenhuizen, maar dat is er nog... ik ben daar altijd mee bezig, dat is nooit af. Ja. Ik ben met die rechter begonnen om mijn vloer erin te leggen met ijsstokjes. Oh, ja. En die linker wil ik dat dan eigenlijk ook nog, maar dat komt er dan even niet van. Ik wil andere dingen aan doen. Ja. En je komt nog aan van alles en nog wat toe thuis? Ja, wassen en strijken en... daar moet ik me altijd even toe zetten. Heb je inmiddels een werkster genomen? Nou, dat nog niet, maar ik moet wel echt toe zetten om af en toe wat... Ik kan me hier wel echt in verliezen, Ja. Oh, er ligt nog een was. Ja. Die moet nog eventjes weggestreken worden. Nou, dit is de eerste opdracht van Klein maar Fijn. En de eerste aflevering was in de Efteling. En daar moesten we in 2,5 uur tijd een hanger voor een kettinkje maken. Okay. Dus ik heb het bedje van de wolf van Roodkapje gesoldeerd. En daar een wolfje in gemaakt van klei en een beetje beddengoed erop. En een matrasje en een kussentje. Ik snap de locatie de Efteling. Die snap jij ook, denk ik, hè? Dat je daar gaat filmen. Maar een kerk, wat je zei voor de tweede aflevering, zat je in een kerk? Ja, het was in Deventer. Ja. En we hadden de grote opdracht was op het Marktplein. We gingen een marktkraam maken, zeg maar. Okay. En met z'n allen, of iedereen kreeg een eigen themaatje. Ja. En dat werd zo, ik kreeg een soort taartpunt wat dan de bodem was. En aan het eind werd dat zo allemaal bij elkaar gelegd. Dat was wel heel leuk. Dus die kerk was daar in de buurt, zeg maar. Dus dat was een mooie plek. Nou, je zit ook in de derde aflevering, dus je kan ons vertellen waar vindt die plaats in? Ja, dat mag ik nog niet zeggen. Oh, dat mag niet. Nee, dat denk ik niet. Nee. Oh.
Nee, ik geen idee. Nog een verrassing. Nee, jij hebt de condities gelezen. Die, en die zijn echt streng. Want het zijn natuurlijk allemaal opnames. En als je dingen gaat verklappen, dan... Er zal van de week nog wel een voorstukje op tv komen, denk ik. Dus dan komt het wel te zien. We hebben niet de primeur. Jammer dan, hè. Ja, dit was de grote opdracht in de Efteling. We kregen allemaal een box van 30 bij 30. En die kwamen uiteindelijk allemaal naast elkaar. En dan werd het een nieuwe attractie en dan kwam er een bootje door. Die opening wat je daarachter ziet, daar kwam dan een bootje... Ik ga hem erop zetten, die heb ik ook bij me. Dus. Oh ja, nu zie ik het veel beter. Kwam een bootje onder die... Of ik had dan die boom zo gemaakt dat hij onder die boom doorging. En ik had dan de attractie van de Droomvlucht. Daar moest hij op geïnspireerd zijn. Ja. Of die had ik gekozen. Ja. Dus ik had een paar elfjes gemaakt en diertjes en een boom met allemaal verlichting erin. Het is hier misschien nog niet zo... Nou is het zo, Bianca, dat ik gisteren... of dat ik van de week voor de vorige aflevering heb ik gezien. Maar ik heb niet helemaal afgekeken, om wat voor reden dan ook. Is het zo dat er aan het eind alleen de afvaller bepaald wordt? Of komt er ook nog een... Nou, is jammer dat je het gemist hebt. Ja, ik heb gewonnen. Dat de tweede aflevering. Dat wilde ik dus vragen. Ja, ja. Dus je hebt gewonnen. Ja, met de grote opdracht dan. Niet met de kleine, maar met de grote. Man, nou gefeliciteerd. Ja, nou dankjewel. Super, nou dat belooft wat voor het vervolg natuurlijk. Hè? Ja, je bent gewoon een gedoodverfde favoriet. Bianca heeft gewonnen. Nee, ik weet het niet. Nee hoor, ik zeg maar wat. Maar stel, dat weten we dus over een week of vier. Ja. Ja, we gaan dat in Podium Bollensteek natuurlijk vermelden. Hoe je bent geëindigd in ieder geval. Dat is goed, dat is goed. Ik kijk even naar je gezichtsuitdrukking, daar kan ik niks uit aflezen. Nee, de boetes zijn echt heel hoog. Nee, dat is ook zo. Wat is dit? Ja, hier staan dan drie boxen op. De middelste is van mij dan. En dan daarachter komt dat bootje langs, zeg maar. Goed zo. Ja. Oh, hier is nog het aardbeienplantje van dat losse aardbeidje net. Ja. En dan heb ik ook het potje zelf gemaakt. Super. Ja. Kijk. Ja, hier in voorbereiding voor het programma heb ik natuurlijk allemaal nieuwe technieken geprobeerd. Onder andere waar ik die tegels mee gemaakt heb. Dat is een soort piepschuim. En daar kan je eigenlijk met een potlood maak je daar die lijnen in, zeg maar. En dan worden het tegels. En dan maak je met een aluminiumfolie prop maak je die deukjes erin. En dan is het nog een schildertechniek die daar overheen gaat. Okay. En dan krijg je een bestrating, zeg maar. En daar kan je heel veel dingen mee doen. Ook natuurlijk tegeltjes op de muur. En dat is techniek die ik geoefend heb voor het programma. Ik denk, het is wel handig om dat te kennen van tevoren. Ja. Ja. Dus dat heb ik in Deventer ook gebruikt voor de gevel. We hebben ook geveltjes gemaakt, zeg maar. En daar heb ik die techniek ook voor gebruikt. Om baksteentjes te maken. En, Want toen je je opgaf, hè, was er nog een selectiecriterium? Of zijn er selectiecriteria? Ja, nou, ik was eigenlijk voor het eerste seizoen al benaderd. Dat is al een paar jaar geleden. En via Instagram gewoon zo'n berichtje van... wat maak je leuke dingen? En we gaan een programma maken en heb je interesse? En toen dacht ik, ik ga me opgeven. Dacht ik, leuk. Dus toen had ik auditie gedaan, maar er was corona en het werd uitgesteld. En uiteindelijk gingen ze het wel starten, maar toen zat ik er niet bij. Dus dat was prima. En nu startte het derde seizoen en werd ik gebeld van... Goh, ik kwam je auditiefilmpje tegen en heb je nog interesse? En toen dacht ik, eigenlijk niet. Dacht ik, ga ik echt niet doen met mijn hoofd op tv. En dat durf ik helemaal niet. En dat vind ik spannend. Die tijdsdruk kan ik helemaal niet aan. Toen had ik toch nog die vrouw gesproken. En twijfel. En ik denk, laat ik het doen gewoon. Ja. Het is wat ik leuk vind. Ja. En ik wil dit en ik kan dit. En ik ga ervoor, dacht ik. Dus en helemaal geen spijt van gehad. Dus het was echt heel erg leuk. Ik hoor het al. Volgens mij heeft ze gewonnen. Ja, de eerste aflevering kwam mijn familie allemaal kijken en vrienden. En ik had een taart gekocht met een foto erop van de kandidaten in de Efteling, zeg maar. En die heb ik natuurlijk ook gelijk even in het klein gemaakt. Dus dus de grote is op, maar de kleine staat nog in het poppenhuis. Oké. Goed. Nou, Bianca. Prachtig verhaal. Jij en het miniatuur bouwen. Hoe het zo gekomen is en hoe ver je bent gekomen inmiddels landelijke bekendheid via SBS. Ja. Woensdagavond allemaal kijken, 8:30, naar de derde aflevering waar Bianca in zit. Bianca, hartelijk bedankt voor je komst. Nou, graag gedaan. En heel veel succes. Dankjewel. Je hebt het al gedaan, maar we houden het nog even spannend. Helemaal goed. Ik weet het ook niet, hè, mensen.
En veel succes in je verdere carrière. Nou, dankjewel. Okay. Dankjewel. Bedankt voor het gesprek. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Dit was Podium Bollenstreek voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe. Dag!